de toekomst en het verleden. Het geel daar is een schat. Hallo beste mensen. We gaan weer beginnen met een nieuwe uitzending van Wat weet jij van de Guld. We zijn te gast bij het Sint-Sebastiaan Gilde in Lagemierde. En bij mij aan tafel zit Sjaan Paridaans, dekenschrijver van het Gilde Sint-Sebastiaan. Hallo Sjaan. Goedemiddag. Wie is Sjaan Paridaans? Sjaan Paridaans, geboren en getogen in Lagemierde. Mijn meisjesnaam is Van Gestel. Ik kom uit een gezin van 9 kinderen. In 1968 heb ik mijn man leren kennen, in 1970 getrouwd. We hebben samen 4 kinderen gekregen. En daarna trotse opa en oma geworden van 8 kleinkinderen en een bonuskleinkind. Mooi, mooi. Wat hebben jullie gedaan in het bedrijfsleven? Nou, we hebben altijd een agrarisch bedrijf gehad. In het begin jaren rundvee en varkens, daarna alleen varkens. Zowel een fokbedrijf als een mesbedrijf. En daar hebben wij onze jaren altijd goed mee kunnen vullen. Ja, ja. Tot in 1995. En dan ben je ook nog in het gildewezen bezig geweest. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Nou, mijn schoonvader was bij het gilde. Was ook hoofdman van het gilde. En nou, dan komen er mensen bij. Dus ook die mensen die gingen toen ook al kijken in hun eigen gezin of er mensen waren die lid zouden kunnen worden. En dat was Frans dan natuurlijk ook wel voor te vinden. En die is toegetreden tot het gilde in 1979. En zodoende kom je als partner zijnde ook en met het gilde in aanraking. Wat heeft hij in het gilde gedaan, jouw man? Hij is eerst actief lid geweest, maar daarna is hij hoofdman geworden. Ook hoofdman? Ja, hij heeft zijn vader opgevolgd na 25 jaar. En dat heeft hij ook weer 25 jaar volgehouden, van 1988 tot 2013. Ja, ja. En jij bent daar zelf ook altijd mee bij geweest en actief geweest? Of bij betrokken geweest, altijd betrokken op de geweest. Achtergrond. Ja, ja, ja. En dat kwam omdat de vrouwen nog geen lid waren van de Guld? Toen werden bij ons nog geen vrouwen lid van het Guld, maar ze werden wel als partner er altijd bij betrokken. Ja, ja, ja. En wanneer zijn de vrouwen dan actief lid geworden bij de Guld? Dat is geweest na de statutenwijziging in 2003, toen de vrouwen dus lid mochten worden. En dat was in september. En toen zijn we met 2 dames ook meteen lid geworden van het gilde Sint-Sebastiaan. Volwaardig lid. Volwaardig lid. Volwaardig dus lid. Mee stemmen. Mee schieten. En mee schieten. Ja, en alle activiteiten mag je meedoen. Ja. Je bent zelfs dekenschrijver van de Guld. Hoe hebben ze jou daarvoor kunnen strikken? Nou, ik ben er altijd actief geweest in het verenigingsleven. Heel erg actief zelfs. En ik ben heel lang secretaresse geweest van de vrouwenorganisatie, zoals wij dat hier noemden. De KVO destijds, ontstaan uit de Brennenbond vroeger. En daar heb ik ben ik 25 jaar secretaresse geweest. In kringverband, dus van 21 afdelingen. Daarna ben ik doorgestroomd naar het Brabants bestuur. En daar heb ik nog 12 jaar voorzitter van geweest. Daarna ben ik doorgestroomd in een fusieproject, traject van de Noord-Brabantse vrouwen van Zeeland, een stukje Gelderland, naar de landelijke organisatie Vrouwen van Nu. En dan het secretariaat of de dekenschrijverschap van de Guld, daar hebben ze allemaal bij gedaan. Dat was daarna, hè? Dat was daarna. Daarna ben ik pas gevraagd voor dekenschrijver. Dat was pas in 2018. 2018, dus ben ik dekenschrijver. Ja. Ja, ja. En bevalt dat? Ja, dat bevalt wel. Ja, ja hoor, je moet gewoon samenwerken in de overheid. Maar je moet als dekenschrijver zijn dan natuurlijk wel heel goed alles notuleren. Goed je e-mail hebben. Ja, zijn het zo moeilijke mensen? Nee, het zijn niet zo moeilijke mensen, maar je moet wel alles bijhouden. Want je hebt natuurlijk niet elke week een vergadering van de overheid. Nee. Dus en dat heb ik wel altijd geleerd. Je moet de stukken goed bijhouden als je een vergadering hebt. Dat je kunt zeggen, dit zijn de ingekomen stukken, dit is er gaande, dit is er uitgegaan. En dat is wel heel belangrijk voor de overheidsbestuursleden ook bij te praten. Dus je hebt er nogal wat werk mee? Ja, je hebt er al wat werk mee. Ja, elke dag of zo een paar... Nou, elke dag. Ja. Mail kijken elke dag. Ja. Maar je bent er toch wel een paar uur per week mee bezig. Ja, ja. Ja. Hoe is het met de Guld? Jullie Guld? Ja, onze Guld die is niet zo groot. Hè. We hebben maar 20 leden. Maar we hebben maar wel actieve leden. Wel actieve leden. Ja. En pas 2 nieuwe leden erbij gekregen dus. En
wij hebben echt, ja, onze leden zijn zeer actief, moet ik zeggen. Want als je kleine gilden hebt en je wilt je eigen toch laten zien in de gemeenschap, dan moet je wel er goed bij betrekken. Ja, ja, en dat ja. doen we. En dat heb ik dan gehoord, hè. Ja? Maar jullie hebben nog voor de keizer, hè, sinds 2023. Ja, sinds 2023. Toen was het koningsgieten. En toen was de huidige koning van toen, die mocht zijn titel verdedigen. Maar dat zou de derde keer worden. En die schoot de vogel eraf. Dus toen hadden wij een keizer van het gild Sint-Sebastiaan. Ja. Dat is heel uniek. Ja. Dat hebben we dus nog nooit gehad. Nooit gehad. Dus nee. Komt ergens in de dingen, komt er nergens. Nee, dat kwam nergens voor. Hoe gaat dat keizerschap? Hadden jullie er al rekening mee gehouden dat die keizer zou kunnen worden? Ja, natuurlijk. Daar hebben we als overheid en ook met de gildeleden natuurlijk goed over gesproken. Want ook dan moet je je statuten of je huishoudelijke reglementen aanpassen. Stond er dan nog niks van in? Nee, daar stond van de keizer nog niks in. Nee? Dus daar hebben wij toe moeten voegen. Ja. En want er zijn toch bepaalde zaken die je wel moet bespreken. Natuurlijk het aanschaf van het zilver. En het keizerschild. Dat wordt dan door de guld betaald, hè? Een deel wordt daar betaald dus uit de kas, zeg maar. Hè? Ja. Maar ook de keizer draagt daar ook wel een deel aan bij. Maar je hebt dus het dragenschild en het keizerschild. Wat zijn de voordelen van als je keizer wordt? Nou, ik weet niet of er veel voordelen aan zitten, maar je betaalt in ieder geval geen contributie meer. Nee. Dus dat is eigenlijk het grootste voordeel wat er aan zit. Maar je moet je eigen wel presenteren op gildendagen en laten zien dat je er bent, dat je ook in de trotse keizer bent. Maar dat doet je wel. Ja. Laten jullie als schilder, laten wij je ook zien aan de gemeenschap hier in Lagemeerde? Ja, dat doen we op verschillende manieren. Ja? We doen altijd aan het begin van het seizoen de opening schietwedstrijd. En dan nodigen we ook wel mensen voor uit of we gaan naar een buurtvereniging naartoe. Ja. We doen bepaalde dingen. Als wij zelf als schilder een dag hebben, dan trekken we ook door het dorp. Iets met de jeugd, doen jullie daar ook? Ja, wij hebben ook al een paar keer een jeugddag georganiseerd. Ja. Maar ja, toch is het moeilijk om de jeugd erbij te betrekken. Ja. Maar op zo'n jeugddag dan kunnen ze wel vendelen, ze kunnen trommen, ze kunnen eventueel bezuin blazen. Ze kunnen dan eventueel ook opgeven voor standaardrijden. En bij die standaardrijden, daar moet ik dan wel bij vernoemen, daar vraagt natuurlijk nogal iets. Maar daar kan begeleiding ingegeven worden door onze oude standaardruiter die er ook nog steeds is. Ah. En daarmee liefde en plezier zou willen doen om daar iemand in te begeleiden. Ja. Nieuwe gildeleden, wat gebeurt daarmee? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, hoe gaat het in zijn werk? Het is natuurlijk heel moeilijk op de dag van vandaag, hè, om nieuwe gildeleden te werven. Maar dat proberen wij wel door actief te zijn in het dorp. En de groep in de leeftijd zo van 35 tot 50, die zouden wij heel graag toe willen zien treden in het gilde. Als ze bijvoorbeeld stoppen met sporten, dan zou een mooie gelegenheid zijn om dan over te stappen. Maar we zitten dus met twee gildes, dus je vist in dezelfde vijver. Mm-hmm. Dus dat valt niet altijd mee. Maar we doen daar ons best voor. Ja, ja, ja. En ik zou zeggen, jongelui, zet de stap richting het gilde Sint-Sebastiaan en sluit ons aan. Sluit bij ons aan. Kom erbij. Ja. Maar als er dan nieuwe gildeleden zijn, dan wordt er in de vergadering over beslist natuurlijk. Hè? En hoe gebeurt dat? Nou, als er mensen zijn die zich daarop voorbereid hebben dat ze gildelid willen worden, dan wordt er een gesprek gevoerd met hun thuis. Dan kunnen ze twee keer per jaar bij ons in het gilde erin gestemd worden. Dat twee keer kan, per jaar? Ja, hoe, dat kan in januari. Dan is het? Teeravond. En de patroonzak. De patroonzak. En dat noemen wij de teeravond. Ja. Maar het kan ook met de teerdag in september. Dan hebben we een hele dag. En dan kunnen ze er ook in gestemd worden. Ja. En dat stemmen, dat gebeurt met erwten en bonen. Erwten en bonen. Ja, en dan zul je denken, waarom met erwten en bonen? Ja. En een ert is niks werd, maar de boon is schoon. Ah, dus hoe meer bonen, des te meer stemmen hebben ze om erin te komen. Op de teerdag, hè, worden ze ingestemd. Dat wil dus ook zeggen dat ze diezelfde dag ook geïnstalleerd worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dan gaan wij, als ze erin gestemd worden, worden ze door de hoofdman of door de dekenschrijver gebeld dat ze erin gestemd zijn. En dan wordt er een tijdstip afgesproken dat wij ze op gaan halen. Vooral in september, want daar hebben we de hele dag. Dan gaan we ze ophalen aan huis. Bij de voordeur wordt aangebeld door de hoofdman.
het gildelid komt naar buiten met partner. Dan staan de gildeleden met de vendels en het moedervaandel klaar. Daar wordt onderdoor gelopen. Onder trommelgeroffel komt het nieuwe lid tevoorschijn. En dan is hij als ware thuis afgehaald. Het schenkt je een borreltje en we gaan terug naar het gildehuis. En dan is het s'avonds de heeravond. Ja. En dan wordt hij dan nog een keer gefêteerd? Of... Ja, dan wordt er aandacht aan geschonken om ze officieel te installeren. En dat doen we als volgt. De vrouwen van het gilde. Eerst doet de hoofdman een toespraak. Dan gaan de vrouwen rondom het gildelid en de partner staan. En die doen de man krijgt een corsage opgespeld. De vrouw krijgt een kroontje opgespeld. Wat voor een kroontje? Bloemenkroon? Een bloemenkroontje. Ja, gemaakt door gildeleden. En dan gaan wij een dans doen rondom dat paar. Rondom de man en de vrouw. En dat doen we met het lied van Henk Habraken. De promotie Kom bij de Guld. Kom bij de Guld. En gebeurt dat al lang of gebeurt dat... Dat is iets wat vroeger al gebeurde. En toen waren de vrouwen nog geen lid van de dingen. Maar de vrouwen die deden dansten dat al rond... Rond het lid. Ja, heel rond, mooi. Ja. En welke dans dat is zomaar een dans? Dat is gewoon rond de dans. Polonaise. Nee, geen polonaise. Nee, gewoon een mooie dansje. En daar is er echt bij betrekt. Ja. Ja. De dames, die hadden vroeger ook nog een speciale rol volgens mij, hè? Ja. In de guld. Vroeger. Met teren of wanneer? Vooral met de teerdag. Ja. Als we dan in het clubhuis waren, dan kwamen er vreemde mensen wel eens binnen in die kroeg. Ja. En dan was er een mevrouw van het gilde en die ging daar naartoe en die ging de schoenen poetsen. Er zijn ook gildeleden of gilders die een nar hebben, dan doet dat een nar, maar die hadden wij niet. Maar bij ons werd dat gedaan door een vrouw. En dat bracht natuurlijk wat in het laadje. Maar dat is verwaterd, dat is... Ja, dat is een beetje verwaterd. Eigenlijk moeten we dat toch weer terug zien te krijgen. Hè? Dat er zijn van die dingen... Die zijn heel apart, hè? Ja, dat zie je bijna nergens meer. Nee, dan kunnen we het gaan proberen misschien. Ja. Ja. Maar soms, we hadden nog iets meer, hè? Over het teren van de dames. Die dronken vroeger borreltjes, maar die gingen toen iets anders drinken. Ja, vroeger deed de overheid, die ging als voorbereiding op de teerdag naar de kastelein van het gildehuis. En dan werd er een prijsafspraak gemaakt over een vat bier. Ja. Eén vat, maar? Ja, waarschijnlijk maar één vat. Dat was al wat, hè? Maar die vrouwen, die dronken natuurlijk ook wel graag. Dus die gildebroeders, die konden allemaal gratis hun biertje drinken. Maar die vrouwen moesten betalen voor een wijntje of voor een frisdrankje. Wat deden die vrouwen toen? Die pakten een biertje. Die deden daar suiker in. Met een stampertje, goed schuim erop laten komen. En dan drinken. En dan konden ze ook gratis bier drinken. Ja, ja. En dat was wel leuk. Het teren s'avonds, hoe gebeurt dat tegenwoordig? En vroeger? Hoe bedoel je, teren s'avonds? Of ja, het eten. Het eten, de maaltijd wordt verstrekt natuurlijk. Hè? Dus ja. wij doen het tegenwoordig dus in het gemeenschapshuis. Maar vroeger werd er wel eens een varken geslacht. Een heel varken? Een heel varken. Ja. Nou, dan werd daar de producten voor gebruikt om de soep te maken. Ja. Maar ook om het warme vlees op het bord te brengen natuurlijk. Maar dan bleef er nog veel over. En dat werd dus door de slager, die ook lid was van de guld. Ja. Allemaal klein gemaakt, fijn gemaakt, bereid. En dat werd dan verkocht met opbod onder de leden. En dat was alles. Het stertje, de varkenspootjes, de hammen, zult... Noem maar op wat er dan was. Was er dan toch veel gegeten al? Er was er flink van gegeten, maar er bleef nog wel over. Ja. En zo'n ham bracht dan best veel op. Ja, en die pootjes ook. Ja, maar dat zal ook wel later in de avond zijn geweest dat er al een potje bier gedronken dat is. Dat was ook wel zo, dat klopt. Ja. Ja. Wat doen jullie voor de gemeenschap? He, zijn er activiteiten die jullie samen, die je echt samen met de mensen van Lagemeerde doet? Ja. Daar doen wij verschillende activiteiten. In het begin van het seizoen openen wij het schietseizoen. Dan nodigen wij mensen vanuit Lagemeerde of groepen daarbij uit. We doen kermisschieten. En dat houdt in het kermisschieten dat de kermiskoning geschoten wordt vanuit ons eigen gildeleden.
Maar daarlangs mogen ook mensen uit Laagemeren komen schieten. En daar komt dan ook een kermiskoning uit. Maar dat gebeurt eigenlijk met een blind schot. Een blind schot? Ze moeten wel schieten op de boom. Ja. Maar elk schot wat raak is, kan een 1 of een plus 1 hebben. Een plus 3 of een min 1 of 0. Nou wordt het moeilijk. Hè? En uiteindelijk komt daar een winnaar uit. Ja, ja. En daar wordt dan de kermiskoning ook uit Laagemeren. Dus van niemand kan van tevoren zeggen van nee. Dat hij gewonnen heeft? Nee. Nee, dat is het enthousiasme dat erin zit. Belangrijk wie eruit komt natuurlijk. Ja, dat is wel leuk. Ja. Een jeugddag, doen jullie daar ook iets mee? Ja, de jeugddag hebben wij ook al een paar jaar gedaan. Dus dan is het onder het motto van VBTS, zeg maar, het vendelen, bazuinblazen, het trommen en de standaardrijden. Maar daar zit natuurlijk ook wel heel veel begeleiding bij. En zo'n standaardrijder zouden wij graag natuurlijk toch ook wel willen promoten. Maar ook de andere disciplines. En waarschijnlijk wordt het volgend jaar op een andere manier aangepakt. We hebben nog meer. We doen ook nog een smokkeltocht. Ja. En de smokkeltocht doen we aan het eind van het seizoen. En daar geven de mensen zich in groepjes van 2 tot 8 mensen voor op. Die verzamelen hier in het Gildenhuis. Die worden dan met de bus naar de grensstreek gebracht. Daar gaan ze hun smokkelwaar ophalen. Die krijgen ze daar van ja, jullie? Dus, ja, die krijgen ze, dat hebben wij voorbereid. En dan moeten ze terug naar het Gildenhuis zien te komen met zoveel mogelijk smokkelwaar natuurlijk. Maar het addertje onder het gras. Er zijn natuurlijk ook douaniers onderweg te vinden. En die moeten ze zien te omzeilen. Want iedere keer als ze een douanier tegenkomen, de douanier mag ze ook alleen maar aantikken, dan moeten ze het smokkelwaar inleveren. Ja, ja. Dus wie het meeste smokkelwaar terugkomt, dat zou de winnaar van de avond kunnen zijn. Mooie actie. Ja. De activiteiten in jullie eigen gilde, wat doen jullie allemaal? Nou, ons gilde is natuurlijk heel erg wel gericht op het schieten. En dat wil niet zeggen dat andere disciplines niet belangrijk zijn, maar daar moet je de mensen voor hebben. Ja. Dus wij doen schieten voor het gemeenschild met de 5 gildes, ieder met hun eigen wapen. Dus 5 keer schieten. Dan komt daar een winnaar uit en die winnaar die krijgt het gemeenschild overhandigd door de burgemeester. We schieten in regioverband met 7 gildes. Dat doen we 1 keer en daar komt natuurlijk ook een winnaar uit vanuit die 7 gildes. We schieten met gildes uit de buurt, uitwisselingen doen we dus ook. Wat doen we en, nog en meer? Met de eigen gildebroeders. Ja, dat is een onderlinge schietcompetitie. Nee, niet schieten, maar de kluskoffie. De kluskoffie, ja. Daar hebben we het laatste jaar ingevoerd. Ja. De kluskoffie, dat is de eerste maandag van de maand. Kunnen de gildebroeders en zusters eventueel hier naar het gildehuis komen. En dan onder leiding van een lekker kopje koffie. En iemand die daar ook wel begeleidt, de beheerder eigenlijk van het gildehuis. Ja. Worden er eventueel klusjes gedaan. Om ons gebouw natuurlijk ook zo mooi mogelijk te houden. En de zieke gildeleden, worden die ook bedacht? Ja, die worden ook bedacht. Als wij tips krijgen van de mensen, van de leden, die of die is ziek, dan gaan we daar natuurlijk ook naartoe. Ja, dus, ja. En een kerstattentie doen we ook nog voor onze eigen gildeleden. Oh. Maar ook aan het eind van het jaar de kerststal zetten. Waar de kerststal? De kerststal van het dorp. Ja. En er wordt gezet door alle 2 de gilden samen op het plein. En die staat daar dan 2 weken. Ja, met mooie beelden en, erin. En dat is een initiatief van jullie zelf geweest? Of was dat voorheen al? Dat bestond voorheen al, maar die club die hield daarmee op. En toen is het gilde gevraagd om dat daar eventueel om dat op zich te nemen. En dat doen we heel graag. Ja, ja, ja. Wat zou je tegen de gildebroeders en gildezusters willen zeggen? En tegen alle mensen van Kempen TV en daarbuiten? Wat zou je daar tegen willen zeggen? Wat zou ik tegen de mensen, tegen de gemeenschap willen zeggen? Kom erbij. Hè? Kom kijken bij Gilde Sint-Sebastiaan. Vooral in de leeftijdsgroep van 30 tot 50. Daar, die kunnen ook nog heel actief zijn. En ik zou zeggen, zoek het gilde op. Meld je aan. En kom gezellig als verbroedering bij het Gilde Sint-Sebastiaan. Heel goed. Je bent, loopt al heel lang mee met de guld. Hè? En anekdotes, die kun je zo uit de muis schudden.
Maar zouden we het hier kunnen vertellen voor de camera? Waar we aan hebben. Ja, nou, een heel leuk anekdote wat er in ons gilde wel eens gebeurd is. Dat was jaren geleden met het koningsschieten. Toen gingen we dus, zaten we nog in het clubhuis in het dorp, gingen we dus naar hier. Maar wij misten eigenlijk 2 gildeleden. Maar er moest wel koning geschoten worden, dus wij zijn toch deze kant op getrokken. En als het koningsschieten is, dan moet de boom bevrijd worden van de boze geesten. Hier aangekomen, bij de schutsboom, 3 rondjes trekken om hem te bevrijden. Maar daar lag een heel groot laken. En toen we de 3 rondjes... Dat laken dat lag onder... Onder de boom. Onder de boom. En toen we 3 rondjes rond de boom getrokken hadden, hè, met de trom, kwam het laken naar boven. En wie kwamen er onderuit? Onze 2 leden, die we kwijt waren. Dus dat waren de heksen. Dat waren de heksen. Dus dat was wel een mooie anekdote. Ja. We zijn bijna aan het eind van het programma. En dan pak ik altijd mijn tromstukje. En dan geef ik die aan jou. Ja. En dan mag jij zeggen wie dat de volgende keer bij mij aan tafel mag zitten. Volgende keer aan tafel bij Tony Fase voor het programma Waar Witte Gij bij de Guld. Draag ik het stokje over aan Henry Jansen, de hoofdman van Sint-Sebastiaan Gilde uit Hogeloon. Goed zo, dankjewel. Alsjeblieft. We gaan er achteraan en proberen hem te pakken te krijgen voor dingen. En dan, beste mensen, dit was weer het gesprek van met Sjaan Paridaans. Er waren weer verschillende nieuwe dingen. Ik vond het heel mooi. En ik zou zeggen, hou de goed, wees voorzichtig. En tot de volgende keer.